Hier is voor mij allemaal begonnen, de RBS op Sint-Amansberg. Vroeger noemden ze dat hier nog de Rijksscholen. Maar ja, nadat de nazi's eerst en dan Darth Vader en zijn kompanen de term Rijk een nogal gemene en imperialistische nasmaak gegeven hebben, hebben ze dat hier eerst veranderd in het gemeenschapsonderwijs en dan in het GO. Maar goed, ik was amper 2 jaar en mocht bij wijze van zware uitzondering al naar de kleuterklas. Aan de hand van mijn moeder kwam ik hier bij de directeur binnen. Kijk, daar ben ik. En? Hoe heet jij manneke? Hij keek naar mijn moeder omdat hij van mij volstrekt geen antwoord verwachtte. Maar ik repliceerde in mijn diepste bariton... Jan Matthijs. En hier zat ik dan, in de kleuterklas, waar ik de lerares en mijn medekleuters de soms al heel vreemde gevolgen van een pluralistisch onderwijssysteem met grote aandacht voor elk individueel kind in de praktijk liet voelen. Ja, hier kunnen we nog een keer creatief en zelfontplooiend zijn, hè? Hier in de kleuterklas. Ja, ja! Ja. Kijk, die gasten weten het ook. Regelmatig ging ik voor de klas staan en vertelde ik ellenlange verhalen over Mira en Plira, mijn 2 in de VS woonachtige dochters. Mira en Plira zijn mijn 2 dochters. Ze wonen in Amerika. We gaan soms naar het bos, naar vossen gaan kijken. En soms waren de verhalen nog ellenlanger. Lap, ik naar het CLB. Maar ja, plezante madame, geestige oefeningen, interessante gesprekken. Zo erg was dat niet, hè? En op een dag word je 6 jaar en dan mogen we naar de grote school. Maar ja, lezen en schrijven was wel niet direct mijn point fort. Regelmatig begon ik van achter naar voor te lezen. Ik kende amper het verschil tussen links en rechts. En ik dacht dat de vuur mijn willekeurig aantal beentjes mocht schrijven. Voilà, 4. Lap, ik naar het CLB. Maar ja, plezante madame, geestige oefeningen, interessante gesprekken. Zo erg was dat niet, hè? En dan was er nog het grote vredesteken dat onze visionaire directeur Roger van Kouter had laten aanleggen in de kiezers. En er waren de Coca-Cola-fuiven en het gepruts met meisjes achter de schouw en de kaas- en wijnavonden en het toneel van de leraars. Ja, als ik hier terugkom, dan schiet ik toch vol van de mooie herinneringen. Maar ligt dat nu aan mij? Of is die school hier kwijt niet hard gekrompen?